scheidsrechter Karremans. Cambuur heeft nog een kleine kans op het kampioenschap in de Eerste Divisie. Dan moeten de Friese sowieso winnen en MVV moet verliezen. Want Cambuur staat 3 punten achter op de Limburgers. Het doelsaldo van Cambuur is trouwens plus 29, dat van MVV plus 30. En hier wordt er al mooi een kans net niet gescoord. Fjok Handbergen die het een beetje niet zo goed heeft gedaan eigenlijk. Want de topwedstrijden tegen zowel Emmen als tegen MVV, die gingen allemaal verloren voor Cambuur. En dit is een penalty. Een duidelijke strafschop, toegekend door scheidsrechter Karremans. En dan gaat Arts de bal nemen. Het is al in de tweede helft, 63e minuut. Geconcentreerde Carlo Lamy. 1-0. Op dat moment is de stand in Maastricht nog niet bekend bij de Friese. Maar ze moesten toch sowieso winnen. Want een gelijkspel zou niet voldoende zijn voor Cambuur. Dan zitten we iets later in die tweede helft. We zitten al in de 89e minuut. Van der Laan met een prachtig doelpunt. Hij loopt de bal heen over Carlo Lamy. En dan is de wedstrijd sowieso beslist. Maar dan wordt het nog een tikkeltje erger voor Telstar. Dat het beduidend slecht heeft gedaan in de Eerste Divisie. Ze zijn als 16e geëindigd. Als Berghuizer uiteindelijk met deze stiftbal de 3-0 van maakt. Cambuur wint. Maar is wel afhankelijk van MVV. Wakkere broeders uit de Eerste Divisie. Toch was er een beetje dubieuze strafschop voor nodig om Cambuur-Leeuwarden op voorsprong te brengen. De overtreding van Dennis de Bruin op Marinus Dijkhuizen en scheidsrechter Karremans ziet daar een strafschop in. Het is Alfons Arts die achter de bal plaats zal nemen. Het duel tussen Arts en Lamy. En Arts zal scoren. Het is zijn 13e treffer van het seizoen. Hij wordt daarmee topscorer van Cambuur in de reguliere competitie. 1-0 dus de voorsprong. In de slotfase zal Cambuur die voorsprong nog uitbouwen. De eerste lange bal van Peter van den Berg, de centrale verdediger. De bal schiet door en daar is invaller Harry van der Laan. Zijn 7e treffer, de 2-0 voorsprong. 1 minuut voor tijd. En uiteindelijk wordt het heel fraai afgemaakt. In de slotfase de paas van Arts op linksbuiten Frank Berghuis. Die gaat door en stift de bal zeer sierlijk over de vallende Carlo Lamy. 3-0 de eindstand. En Berghuis en de zijnen kunnen verder in de nacompetitie. We kijken nog eens naar die hele fraaie treffer van Frank Berghuis in de slow motion. 3-0 de eindstand. Cambuur deed dus wat het moest doen, maar het is niet voldoende voor het kampioenschap in de Eerste Divisie. Ja, kijk, voor de wedstrijd zeg je gewoon van hun verliezen. Maar ja, het blijft zo stil. En je moet zelf gewoon winnen. En ja, nou, het blijkt dat ze gewonnen hebben. Dus ja, nou moet je daarna competitie in. En ik denk dat je daar gewoon, als je zo doorgaat, een goede kans maakt. Hoeveel rek zit er nog in dit team? Hoeveel meer kan je hier nog uithalen? Als je 67 punten haalt, ben je al heel ver gekomen. En wij hebben helaas in een bepaalde fase, die achteraf toch wel beslissend is geweest, zijn wij toch ook niet tegen de druk bestand geweest. Daar hebben we toch niet goed mee om kunnen gaan. We hebben een hele cruciale wedstrijd tegen Helmondsport verloren. Dat had niet moeten gebeuren. En wij hebben zowel van MVV als van Emmen twee keer verloren. En dat zegt toch ook wel iets over ons. Dat mag dan ook niet gebeuren als je aan het eind de sterkste wil zijn.